ben Sophie, actief bij Villa Pinedo, de plek voor kinderen van gescheiden ouders. Naast ons online platform, wat je misschien al kent, hebben we tegenwoordig ook buddies en ik ben daar één van. Hoi, ik ben Oor, ik ben 18 jaar. Ik studeer toegepaste psychologie op de HVA. Dingen waar ik van hou is met mijn vrienden zijn, muziek maken, muziek luisteren, hiphop ook vooral. En ook game hou ik heel erg van. Hi, ik ben Mehtap, ik ben 22 jaar. En ik ben getrouwd. Ik ben Yannick, ik ben 24 jaar oud, werk en studeer. En daarnaast sport ik veel. Ik vind alle sport leuk om te doen. Ik ben Charlotte, ik ben 24 jaar. Ik woon samen met een vriendin. In mijn vrije tijd hou ik heel erg van tennis. En het liefst ben ik eigenlijk altijd op reis. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 15 was. Mijn broertje was toen 11. En dat is eigenlijk geresulteerd in een redelijke vechtscheiding, waarin ik als boodschapper tussen mijn ouders in heb gezeten en de slechte verhalen over beide constant heb aangehoord. Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 18 jaar oud was. En daarna heb ik mijn vader een jaar niet gezien. En ik was vooral boos op mijn vader, omdat hij met een andere vrouw voor mijn gevoel er vandoor ging. Dat was ook wel een beetje waar. Dus dat was geen leuke periode. Daarna heb ik toch weer gekozen om contact te zoeken met mijn vader en eigenlijk is dat allemaal weer heel goed gekomen. Als kind heb ik ook heel vaak te horen gekregen van oké, we gaan nu uit elkaar. Of elk jaar heb ik dat wel meegekregen, die onzekerheid. Mijn ouders zijn uit elkaar gegaan toen ik 3 jaar oud was. En na een tijdje zijn ze allebei weer verliefd geworden op iemand anders. En bij mijn moeder heb ik daar 1 halfbroertje van gekregen. Maar die relatie heeft helaas geen stand gehouden en heb ik eigenlijk een tweede scheiding moeten meemaken. Toen ik 8 jaar was, zijn mijn ouders gescheiden. Later, een paar jaar later, is mijn vader ook echt het land verlaten. Het was heel erg moeilijk, maar een tijdje heb ik wel leren mee om te gaan en ook heel veel dingen zelf geleerd. Dat heeft me ook sterker gemaakt. Ik ben buddy geworden bij Villa Pinedo omdat ik zelf, vooral na de scheiding, heel erg herkenning miste en iemand met wie ik kon praten, waar eigenlijk geen verhaal te gek of te raar voor was. En dat hoop ik nu zelf te kunnen zijn voor anderen. En ik wil graag kinderen die in een soortgelijke situatie als ik hebben meegemaakt ook helpen. Als ik eerlijk ben, had ik vroeger zelf graag ook een buddy hebben willen gehad. Ik ben vooral heel makkelijk. Je mag me alles vertellen en ik zal overal wel op reageren. Ik heb ontzettend veel meegemaakt, ontzettend veel situaties, woonsituaties met verschillende mensen gewoond. Stiefzusjes, halfbroertjes. En ik denk dat ik op veel gebieden je kan begrijpen. Nou, ik ben een hele vriendelijke guy. Ik zou je gewoon behandelen alsof je één van mijn vrienden bent. Je kan me altijd vragen of er iets is. Ik heb altijd een luisterend oor voor je. Nou, jij hebt nu ons verhaal gehoord. We willen ook heel graag jouw verhaal horen. Meld je nu aan op villapinedo.nl en zoek ook een buddy die naar je luistert.